Jorien, jij hebt je aangemeld voor het perfecte plaatje. Hoe is dat zo gekomen? Fotografeer je al langer? Alleen hobbymatig heb ik gefotografeerd en altijd op de automatische stand. En ik heb ook nooit een cursus gevolgd en mijn man heeft al vaker gezegd van Jorien, ga daar nou eens wat mee doen. En het is ook goed voor de schilderijen dat je daar wat meer over weet. En dat is altijd bij gebleven. Tot de oproep van Erik kwam en ik werd daar zo enthousiast van. Dus ik heb me diezelfde avond nog aangemeld. En toen dacht ik van, nou, als hij mij nu uitnodigt als deelnemer, dan ga ik er ook volledig voor. Dus ja, ik had het eigenlijk niet meer op een telefoontje verwacht. Maar 2 weken geleden geloof ik belde hij mij. Ja, dus super enthousiast, maar ook heel spannend. Ja, want je weet helemaal niet wat je te wachten gaat staan, hè? Nee, absoluut niet. Nee, ik ken 1 deelnemster, Alice, dat is oud-klasgenootje van mij. Maar ik ben heel benieuwd wat ons te wachten staat. Het zal wel een bond gezelschap zijn en dat lijkt mij ook heel leuk. Ja, absoluut. Allemaal mensen met een verschillende achtergrond. Ja, en het is juist leuk dat we elkaar niet kennen. Dus ik ben heel benieuwd wat iedereen ervan bakt. Nou zagen we jou net de hond fotograferen. Het is nog een heel jong beestje. Moeilijk om hem te commanderen, hè? Ja. Maar dat vind je wel heel leuk. Ja, dat vind ik superleuk. En er lopen hier allemaal kippen. Daar ben ik de hele dag mee bezig om die te fotograferen. Maar dat is wel heel lastig om beweging te fotograferen als leek. Dus de stilstaande bloemetjes zijn voor nu nog wat makkelijker. Maar ik ga mijn best doen. En ik ben me druk aan het inlezen. Dus, Maar inmiddels ben je wel van de automatische stand af. Hè? Ja, van de automatische stand af. Ja, en ik ben me helemaal verdiept in sluitertijden, diafragma's. Dus allemaal dingetjes opgezocht op internet. En dan zie je ook opeens dat de foto's heel anders worden. Absoluut. Wij kennen je natuurlijk van de schilderijen. En je zei het net al, je fotografeert die ook zelf. Eigenlijk doe ik dat samen met mijn man. We werken altijd met z'n tweetjes. De een houdt het vast en de ander bedient de camera. En we hebben al heel lang samen gezocht van, nou, hoe kunnen we nou de beste en scherpste foto's krijgen. Dus dat hebben we inmiddels wel uitgevogeld. Dus dat is daar begint het eigenlijk. En dat heb ik ook nodig, dat mijn schilderijen goed op de foto staan. Maar zo is wel jouw interesse gewekt. Absoluut. Wat voor dingen vind je nog meer leuk om te fotograferen? Ik hou toch ook wel heel erg van landschapsfotografie en dieren. En dat vind ik ook wel heel erg leuk. En ja, ik heb heel veel dingen ook nog niet geprobeerd. Zoals eten fotograferen bijvoorbeeld. Dat lijkt me ook heel leuk. Ja, alleen ook nog nooit gedaan. Dus ik ben ook super benieuwd wat de opdrachten gaan zijn zometeen. Ik heb me al helemaal bedacht van misschien wel eten of misschien wel... Ja, ik heb alles al bedacht. En dan is er die mooie slotavond in de Kappen. Ja. Ja. Ik denk dat dat ook heel leuk gaat worden. Ja, het klinkt erg leuk. Ja, in het theater en dan alle foto's die getoond worden. Ja, ik vind het ben heel enthousiast. Doe jij nou echt mee om te winnen of gewoon omdat je het heel leuk vindt? Nee, gewoon omdat ik het echt heel leuk vind. En ik hoop er gewoon heel erg veel van te leren. En dat heb ik nu eigenlijk al in de afgelopen dagen al zo verdiept. Maar we zien wel wie gaat winnen. Ja. Zo is het. Veel plezier. Dankjewel.